Dat is ook mooi dat je je drijfmest verdeelde over het seizoen. Mm-hmm. Want dan zou je eventueel nog een van de laatste giften achterwege kunnen laten of afvoeren. Om zo toch nog aan de eisen zonder derogatie te kunnen voldoen. Drijfmest uitrijden mag vanaf half februari meer. Met het mooie weer zien we melkveehouders het grasland bemesten. Dit is Boerderij Uitgelicht. We spreken met Gerard Albink van Groeikracht. Hij vertelt meer over het bemesten. Hi Gerard, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, dus het is een hele natte periode geweest en toch zijn we al aan het bemesten. Wat kun je zeggen over de stand van de bodem? We hebben heel erg geluk dat het nu 's nachts weer vriest. Daardoor droogt het heel snel op. Kun je 's ochtends wel iets later beginnen, maar je moet natuurlijk niet op het land als het wit is. Dan krijg je toch brandschade aan het gewas. Mm-hmm. Ja. Maar het maakt toch dat we hier vandaag, ondanks dat we hier op kleigrond aan de gang zijn, op de rivierklei, toch vrij snel aan de gang kunnen. Je ziet op de achtergrond dat ze ook met een sleepslang bemester aan het bemesten zijn. Ja. Dat heeft natuurlijk wel iets voordelen qua insporing, want je hebt heel wat minder gewicht bij je. Maar je kunt ook vooral op lagere bandendruk gaan bemesten. Ja, want hoe zit dat dan nu met de bodemdruk? Nou ja, kijk, het is vanaf vrij week en met mest heb je doorgaans vrij veel gewicht bij je. Want je moet toch best wel wat tonnages naar het land heen brengen. Ja. En normaal gesproken met een tank heb je nog wel eens het nadeel dat op de weg, wil je de banden heel houden, moet je een bepaalde druk hebben. Ja. En op het land heb je hem liefst zo laag mogelijk, liefst onder de 1 bar. Dan heb je toch een grote oppervlakte waar die over rijdt en dan spoor je toch minder diep in. Ja. Dat is eigenlijk ook een tip voor de do-it-zelfers. Ik zie toch nog best vaak mensen die hun eigen tank vrij hoge bandendruk hebben. Dat is op de weg wel fijn. Maar je ziet dan toch, ondanks dat ze het voordeel hebben dat ze zelf het tijdstip kunnen bepalen, toch nog veel sporen. Omdat eigenlijk die banden te hard zijn. Ja, en als we nou even gaan kijken naar het bemestingsplan voor het komende jaar. Wat raad jij dan aan? Nu meteen alles op het land gooien of toch even verspreiden? Ja, qua bemestingsplan zijn er natuurlijk heel veel hoofdbrekens dit jaar. Die zijn natuurlijk ieder jaar, maar eigenlijk voor de gewas en voor de bodem en voor de maximale benutting van de meststoffen is het mooiste om wat meer te verdelen over het jaar. Ja. Want je ziet toch eigenlijk dat er een hele mooie reactie is als kunstmest en drijfmest bij elkaar komen. Ja. Nou, je had het net over de kunstmest en de kunstmestprijzen. Wat zie je daar nu gebeuren? Ja, de kunstmestprijzen zijn eigenlijk ontzettend hoog. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit zo hoog geweest zijn. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen al alternatieven aan het zoeken. En hoopten misschien met meer mest en minder kunstmest aan de gang te kunnen. En er is wat gespeculeerd van, als we de voorjaarsronde maar door zijn. Normaal wordt het gas dan weer goedkoper, omdat de winterperiode het gasverbruik lager is. Ja. En dan zullen de prijzen wel weer dalen, traditioneel gezien. Ja. Poetin had andere plannen, dus de wereld ziet er iets anders uit. Dus ik heb er een beetje hard hoofd in of die inderdaad nog wel zo hard gaat dalen. Ja. Hoe kun je daar dan nu op inspelen als toch die prijzen hoog blijven? Kies gewoon simpelweg voor de optimale bemesting voor je gewas en verdeling door het seizoen heen van drijfmest en kunstmest. En ga daar niet te veel proberen te speculeren dat het een of het ander gaat gebeuren. Nee. Zorg voor een optimale voeding van je gewas, optimale benutting van de nutriënten. En die heb je toch vooral als je die twee het spel mooi samen laat doen. Ja. Dus drijfmest en kunstmest zoveel mogelijk proberen te combineren. En niet één van de beiden in het extreme gaan doen. Nee. Dus maak een planning. Hoe kom je door het seizoen heen met jouw drijfmest? Ja. En als we dan even kijken naar derogatie, denk je dat Brussel die vrijstelling nog gaat geven? Hoe kunnen we daarop inspelen? De tijden dat ik met gezond boerenverstand een beetje in kon schatten welke kant het op ging, die liggen een beetje achter ons. Dus ik vind het een hele moeilijke vraag. Ja. Ik zeg tegen iedereen, reken ook even voor jezelf de situatie door wat als die eraf gaat. Want garanties hebben we niet. De praktijk is dus, die kunstmest is zo duur dat boeren zeggen, het is nu wel heel zuur als hij niet door zou gaan. Ja. Dus niemand is voornemens om in ieder geval in het voorjaar, de grootste bemestingen, gaat iedereen eigenlijk nog uit van maximaal drijfmest benutten. Ja. Dus voor de meesten zeggen we, maak een planning dat je, dat is ook mooi dat je je drijfmest verdeelt over het seizoen. Mm-hmm. Want dan zou je eventueel nog een van de laatste giften achterwege kunnen laten of afvoeren. Om zo toch nog aan de eisen zonder derogatie te kunnen voldoen. Ja, dus precies. Het is goed dat iedereen het beeld van zichzelf helder heeft van wat gebeurt er als hij niet doorgaat. Ja. Maar de prijzen en de noodzaak is er nu voordat mensen in ieder geval deze ronde nog niet echt structureel aan minderen is. Want dat kan gewoon niet. Nee, dus eigenlijk wat je zegt, drijfmest, kunstmest verdelen en over het hele jaar heen. Zo mogelijk, en die puzzel is voor iedereen anders. Maar dan haal je het maximaal uit beide. Ja. Ja. Kunstmest heeft drijfmest nodig om wat te doen. En drijfmest doet heel wat meer als er een beetje kunstmest bij komt. Ja.
Nou, duidelijk. Dankjewel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Dit was Boerderij Uitgelicht. Wil je op de hoogte blijven over alles omtrent derogatie? Houd onze website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief. Tot volgende week.